Op 1 februari 1953 braken de dijken door in Zuidwest-Nederland, op honderden plaatsen. Wel 2000 mensen kwamen om het leven en tienduizenden stuks vee verdronken. En er was een enorme materiële schade. En je voelt wel, dat mag niet meer gebeuren, dat moet niet meer. Maar het klimaat wijzigt, de zeespiegel gaat omhoog en we moeten nieuwe projecten doen. Als je wil weten welke projecten, kijk dan op nederlandleeftmetwater.nl. Dan zie je wat wij doen en wat je zelf kunt doen. Hoezo kijken wat ik zelf kan doen? Moet ik soms zandzakken gaan vullen? Of moet ik, net als Hans Brinker, mijn vinger in de dijk steken? Ik kan het water niet tegenhouden en bovendien, daar hebben we toch waterschappen voor? Die houden bij storm de zeedijk in de gaten. Volgens mij is er niks aan de hand en zijn we hartstikke veilig. Ik houd de voeten wel droog. Grote delen van de provincie staan onder water, zoals hier bij Winschoten, het Plan Noord. Goedemiddag, dit is een extra uitzending van TV Drenthe Nieuws, want vannacht ging het mis. Op veel plaatsen langs de Hoornse dijk in de stad stroomt het water van het Noord-Willemskanaal over de dijk. Vooral militairen proberen met het leggen van zandzakken het water tegen te houden. De situatie in de Drentse plaats Meppel is nog steeds kritiek. Oh, de dreiging komt dus niet alleen van zee. Het Groningen Museum heeft het niet droog gehouden. Het stijgende water in de Zwaaikom bereikte vanavond de ramen van het... Komt dat ook door de klimaatverandering? En zeker ook doordat veel rivieren kaarsrecht gemaakt zijn. Weg met al die lastige kronkels. Lekker strak, lekker makkelijk voor de scheepvaart. En het water stroomt mooi snel weg. Soms dus een beetje te snel. Maar daar denken we tegenwoordig toch wel anders over. Ik zie tenminste weer prachtige kronkelende beekjes. Toch nog even over de dreiging van zee. Door het veranderende klimaat stijgt toch ook de zeespiegel? Wat gebeurt er eigenlijk als de dijk doorbreekt? In Delfzijl bijvoorbeeld. Dat zet me toch wel even aan het denken. Als de zee maar blijft stijgen... Ik heb me nooit gerealiseerd dat de boel zo snel en zo ver onder water zou lopen... als er een gat in de dijk valt of als de sluisdeur het begeven. Het water komt soms best hoog en dat wordt dan als vastgelegd op een muur... of zoals hier bij het poortje in Delfzijl. In 1962 kwam het tot deze hoogte. Ja, ik ken die plekken wel. Die prachtige merktekens op muren die me vertellen hoe hoog het water ooit gestaan heeft. Maar dat is allemaal zo lang geleden. Dat gebeurt toch nu niet meer? Toch wel. Vlakbij deze markering hangt een nieuw bordje, vrij nieuw, 2006. En je ziet dat het weer een halve meter hoger is gekomen. Deze aanblik bood het haventerrein in Delfzijl vanochtend vroeg. Wegen en parkeerplaatsen zijn volledig ondergelopen. Een aantal onfortuinlijke automobilisten kan hun voertuig wel afschrijven. Ook het restaurant langs de havenkade houdt het niet droog. De benedenverdieping liep onder water. De storm heeft het water tot ongekende hoogte opgezweept. Je kunt het redelijk inschatten, maar dat het zo hard zou gaan, dat had ik niet verwacht. Voorspeld werd dat het water een hoogte van 4 meter boven NAP zou bereiken. En dat betekent sluiten van de twee grote vloeddeuren in Delfzijl. Op die manier wordt de kwetsbare binnenstad afgeschermd van de haven. Al het beschikbare personeel van waterschap Noorderzijlvest is opgetrommeld. Eerst wordt de zuidelijke vloeddeur gesloten en daarna de noorddeur. De verwachting is dat de weg tussen de deuren zeker een halve meter onder water komt te staan. De dijk langs de Waddenkust zou eerst gedeeltelijk worden bewaakt, maar dat wordt omgeschakeld naar volledige bewaking. De bewaking gebeurt vanuit 8 posten. Met voertuigen wordt de hele dijk geïnspecteerd. Het water komt vlak voordat het het hoogste punt bereikt, dicht bij de kruin van de dijk. Schapen kunnen nauwelijks nog een goed heenkomen zoeken. Maar de dijk is safe. Dat was dus echt wel even spannend. Gelukkig hebben we sterke dijken en waterschappen die daar goed voor zorgen. Inderdaad, wij zorgen voor hoge en sterke dijken. En die onderhouden we ook zoals hier bij Nieuwstad, bij de Eemshaven. Maar we zorgen ook voor dat het water binnen de dijken niet direct naar de laagste delen loopt. We maken bochten, meanders in beken en rivieren, zodat het water wat langer onderweg blijft. En we slaan het tijdelijk op in waterbergingsgebieden. Uiteindelijk gaat het water via de sluizen en de gemalen naar de zee. Maar één ding staat voorop,
zoals in 1953, wat ons toen is overkomen, dat mag ons niet meer gebeuren. Tja, er is me veel duidelijk geworden. De waterschappen doen er alles aan om ons hier veilig te laten wonen. Maar er kan altijd wat gebeuren. Hoe veilig voel jij je hier? Kijk straks naar de film en denk er nog eens goed over na. Maak er een mooi verhaal over en wie weet, misschien zit je binnenkort in deze zaal met je klasgenoten naar je eigen film te kijken. Want het beste verhaal wordt verfilmd. Succes alvast. Maar nu eerst kijken naar De Storm.